Gerry Eikhoff is in Hasselt bij dat festivalterrein. Gerry, hoe kan het dat de organisatoren dat niet wisten? Ja, Sascha, dat is een logische vraag, maar die valt nog niet te beantwoorden. Feit is dat inderdaad het Meteorologisch Instituut van België voor gisteren een oranje weeralarm had gegeven. En dat betekent storm zodanig dat je rekening moet houden met schade. Feit is ook dat de organisatie zegt, wij wisten van geen storm, laat staan zo'n zware, zo'n fatale storm. Ja, en of daar dan iets is misgegaan in de communicatie tussen die twee instellingen, of misschien de organisatie van het festival die boodschap van het KMI niet heeft opgepikt, of dat die boodschap, die waarschuwing niet duidelijk was, dat weten we nog niet. Die details zijn niet bekend. Maar nu moet ik ook wel zeggen dat de Belgen zich daar vandaag niet mee bezighouden. Het was voor België vandaag heel nadrukkelijk een dag van rouwen, van beseffen, van bijkomen. Niet een dag om, zoals we misschien in Nederland zouden doen, onmiddellijk al klaar te staan met een vingertje om naar deze of gene schuldige te wijzen. De Belgen kijken met een treurende blik. Misschien komt er straks wel een kritische blik, maar dan moet ik er ook meteen bij zeggen dat ik wel al heel veel mensen heb gehoord die er duidelijk rekening mee houden dat er eenvoudigweg geen schuldige is. Dat de schuldige het noodlot is. Die kleine donkerrode stip in dat oranje weertype die hier 3 minuten lang op zo'n fatale wijze heeft huisgehouden. Dus ze zullen zoeken naar een oorzaak, maar niet in eerste instantie naar een schuldige, zoals wij misschien zouden doen. Ja, tot slot nog even kort. Direct na die storm was er veel onduidelijkheid. Want de communicatie verliep toen al heel moeilijk. Dat kwam vooral omdat het mobiele telefoonnetwerk uitviel. Het netwerk waar die 60.000 festivalgangers gebruik van wilden maken om te telefoneren en te sms'en. En ook de hulpverleners. Ja, en dan is het bij mobiele netwerken heel eenvoudig. Ze doen het zolang de capaciteit er nog is. Maar als die overschreden wordt, dan is het meteen helemaal afgelopen. Wat je wel zag was dat daarna, toen het weer een beetje op gang kwam, veel mensen gebruik maakten vooral van Twitter. Er zijn aparte accounts aangemaakt waar mensen konden melden dat ze veilig zijn. Dus wat dat betreft levert dit drama misschien toch ook weer een les voor de toekomst.